het boven Suriname gebied moet zich verder gaan ontwikkelen. Wanneer we het hebben over ontwikkeling, dan hebben we het ook gedeeltelijk over de financiële sector. Wat zijn de mogelijkheden om geld te kunnen lenen om een onderneming te kunnen draaien in het boven Suriname gebied? We hebben gesproken met enkele actoren die belast zijn met het informeren van de gemeenschap, maar die ook werken aan dat stukje ontwikkeling brengen in het boven Suriname gebied. We hebben gesproken met de directeur van Tropenbos Suriname, meneer Rudy van Kanten, maar zo ook met een van de basjes van een van de dorpen, maar ook met meneer Leroy Jack, die belast is met het informeren van de gemeenschap over de financiële sector. Wij voeren terug naar dit moment. Ja, specifiek de behoefte aan de financiële producten, toch? Want zoals je weet, behoeften zijn heel breed, maar ik denk dat de Tropenbos Suriname, dus de organisatie die met de mensen van het boven Suriname gebied werkt, heeft aangehoord de klacht van, hey, ik kan geen financiering vinden om dat wat ik doe op een betere manier te doen. Toch? Dus er is een probleem geconstateerd. Als je aan de andere kant luistert naar de financiële instellingen, dan hoor je dat er producten zijn. Dus op een of andere manier is er geen match. Toch? En dat is in kaart gebracht. Hoe is dat precies? Wat zijn de inzichten aan de ene kant de behoeften? Wat zijn de inzichten aan de andere kant de beschikbaarheid van deze financiële producten? Hoeveel financiële middelen zijn ter beschikking van deze groep om toch wel ondernemerschap daar te kunnen simuleren? Ja, dus we hebben dit onderzoek is gedaan in het boven Suriname gebied. Ja, de mensen hebben hun behoeftes aangegeven, investeringen. In feite zijn er twee groepen hoor. De vrouwen praten over iets lagere bedragen, tot en met 30.000 ongeveer. De mannen praten over bedragen van plus of minus 100.000 die ze nodig hebben om machines te kopen. U weet hoe het vandaag is. De machines zijn duur, kleine, eenvoudige machines voor investeringen omgerekend. Kost het al 100.000. Dus over die bedragen praat men. En is er al gesproken met de banken om toch wel iets te kunnen overeenkomen met de gemeenschap in boven Suriname? En de banken om toch wel een lening te kunnen doen om te investeren in een onderneming? Kijk, de seminar, de banken komen ook aan het woord. Wij hebben gesproken met hen. Wij hebben hun inzichten. Vandaag worden gepresenteerd, maar de banken komen ook persoonlijk aan het woord om toe te lichten. Wat is hun ervaring? Hoe denken zij deze kloof te dichten? En wat zijn toch wel de andere uitdagingen vanuit het binnenland zelf als we het hebben over het financiële? Het is een schaal, het is een, zeg maar, een soort ketting. En een van de grootste obstakels is die behoefte aan financieren, welk ontbreekt, welk in onvoldoende mate kan worden ingevuld, toch? Maar je hebt ook andere zaken waarmee landbouwers kampen, zoals de garantie van afzet, meer logistiek hoor. Want als het product eenmaal in Paramaribo is, kan het worden verkocht natuurlijk, maar je praat over logistieke zaken. Dus weet je, aan schala. Maar vandaag is de concentratie op de financiële diensten. Pia monitoren, fa om ons maar veel money voor draai akabit pwlb. En alle wat van ouders aan die, omdat die sabi tegen onder in een groep, dat bijvoorbeeld fa met die sa interview ja, dat tegen zo'n sang committee dat om ons maar takken aan ons review onlega orga. We moeten maar hoor kruut naar gaan ons refi. We sabi precies dat aan een wama wama is abatori. We allemaal zijn die naar kruut is abe wanda trans ja wan fesma. San de fesma fu akru na abakama. En unu moet maar chara boskopo fu gomi dentra wan fu unu. San wanga de euroko san wanga de libi. De fayabi in ador kupe me libi ya hof kapitein. En mina abashia fu ador ku. We euroko san mona ons refi. En over a coöperatie saude. En yabi umas ma sande na kruk, yabi mans ma sande na kruk. En u alamala e kruto anga usrefi, fosu ute kwa mbosile seyi.
de foude jaso nono en of verkadering aan onze revue doordat mi telektide mi de jaso in Paramaribo foko in soa verkadering fukan sabi sana kenki prakseri sawo kenki yama en fu luku api story fu dem bangi want if we want len money fu brei uit fu buy machine fu go roken at apsi sa i denk na a probleem na de bangi en a probleem na de bangi omdat peu de dapeto i ina no euro ko pe de sauro ko sa euro ko jana fi adrape ka make money ma de bangi de le no money ma ya bo pa de le fa diko taki en de ma en prespe I am go elen de ma money and of pay baka ma if ye pay baka to i musma aba kenes bu en i net le fami betaken imusma aba okasi bun takte pe prans an fuseri imusma aben bun bun onga ika a problem fu le money ika le na money ma fi payen baka dat na wa sani onga ti musma chari srefi na yo esto fasi fu kan payen baka ma efi no chari srefi yule ko organisasi efi no chari srefi na yo esto fasi na drape a organisasi eko ki swa po ne en apo ne dat uno wani onga tu e libi godoro una wanyong ma sa elibi in serena elibi in gronta pour ma efie liban apone da ade ta ko san fine go bon et onolo ba pone libi olo bon ma krikeri fasi fu libi fu kantiren le ko abigi bigis ma ba sa we du ja so we du tak de tu en fu sa gro ba kai ko mus ma koni fin oku ma u de tofre de fu lu ko de insistent dat yo ba te du ensemble efi no sa ben wa ma eleri fa imusuma waka fi duen fa no tron a problem di sana a boskopu komit alibi makandra fu tapse te e wan go ese fu aksi bang yo am chi money fu investeri na a bedrijf se wan investeri le mai aksi ta ko eluku em yawa sana a ward sa yabi yawa gron yawa jari em mi le famim de jamim de wan yo mamim na jara foto omdat ik voor ons mijn actie met mijn tegen krimi, mina no wa jari sami bai takai mi bai a foto me awa osu sami libi in foto. Ma tem ko in Paramaribo me liba nga famiri. Isabi to. Do dat te de actie met mo tegi tak mina jari ja me libi in bo fo Suriname. En if ya gron mi mus abi jaso fo sida mi no maduen. Omdat te yo duan sani mus abale tife ma if adetak a gron sa we pe prani. Mais ab grand père me prani in bofo Suriname en if de ma liban ami in afaswa wu elibi in Benelan da mi kan go in alene andata alene de wa muilek sani di ala libisma ma trans if inaben inaba a grand le ma wa also of ma wa ward in Paramaribo ja da fiadra pe ambat ade wa sansa uno be guenti dis na if mi mus duen dis na wa estele si mi mus duen en den fasifai imus machari sref mino sabe en dos maf tekleri no atras ma fosi fukole no amoni anda fu le na amoni ko wonso ade wan shuitsani ma fi payen baka ade wan bita sani dos fi adap e fi ade en fas dat we fre de fi gole no amoni anda ti mus matekleri fi le no amoni fosi kan do en het doel is van tropo pas Suriname is dat de gemeenschap goed op de hoogte is wat de situatie is van in dit geval de mensen in het boven Suriname gebied. Immers, we moeten om het land te ontwikkelen, moeten ondernemerschap stimuleren. En we hebben gezien in het gebied is er heel wat potentie om met name ondernemerschap te ontwikkelen met zaken die met de natuur te maken hebben. Dus misschien houtsnijwerk of medicinale planten, maar ook landbouwproducten. En om aan financiering te komen, hebben ze een aantal obstakels. Die willen we duidelijk maken en ook samen met banken en andere de overheid kijken op welke wijze we dat kunnen verbeteren, zodat de mensen ook kunnen ondernemen. Zijn er toch wel heel veel obstakels met betrekking tot werken met boven Suriname als het gaat over ondernemerschap? Er zijn obstakels, maar ik denk dat vele te maken hebben als je de mensen bekend maakt. Zowel de ondernemer, het zij individueel of het zij in de vorm van een coöperatie. En de financieringsinstellingen. Dus als men elkaar begrijpt, zijn er denk ik wel manieren om tot elkaar te komen. Mits de ondernemers in het binnenland ook worden begeleid.
Denkt u dat dat stukje begeleiding of dat stukje tegemoetkoming via een fonds zou moeten gaan? Ja, wat je meestal hebt, als je een fonds beschikbaar hebt, heb je apart daarvan heb je organisaties. Het kan zijn een community-based organisatie, misschien een organisatie in het dorp of in het gebied. En ook organisaties zoals Tropenbos. Wij willen het een en ander opstarten, maar ons ideaalbeeld is dat de mensen zich elkaar helpen. Als we het hebben over het verder ontwikkelen van ondernemerschap, het produceren, het verhogen van de productie, dan kijken we toch weer naar andere zaken met betrekking tot brandstof en de afstand die toch wel een grote rol spelen als we het hebben over producten vervoeren van uit boven Suriname naar de stad. Hebben jullie ook daarover kunnen praten? Kijk, producten, je moet kijken naar een product. Ik ga u een voorbeeld geven. Als je gember hebt, dat is een goed product. Je kan die gember bijvoorbeeld drogen, je kan het verwerken tot poeder, het bederft niet direct. Dat zijn producten waarbij het wel loont om te transporteren. Maar bijvoorbeeld, als je pomptire zou transporteren van, ik zeg maar wat, door Semoisi, dat is misschien 3 tot 4 uur varen voordat je bij Adjoni bent. Of bijvoorbeeld Ricanomo voor. Dan zou je zeggen, nee, liever neem je die pomptire van Ricanomo voor. Maar het gaat erom dat je een aantal producten hebt, bijvoorbeeld theesoorten. Zo net nog heb ik een kruidenthee gedronken van kruiden die ook in het binnenland te verkrijgen zijn. Die soort producten kan je wel ontwikkelen. Wat zijn toch verder de andere obstakels om toch wel te komen van om de productie te verhogen in ons binnenland? Een van de obstakels is toch wel dat men een beetje voorzichtig is ook in het binnenland om leningen aan te gaan. Of soms denkt men van het gaat moeilijk zijn om terug te betalen. Maar dat heeft een beetje met die financiële, laat me zeggen, onderwijs te maken. Als men het goed begrijpt, is dat makkelijker. En een obstakel voor de financieringsinstellingen is dat men soms toch kijkt dat de activiteit vrij veel risico's heeft. Helaas is het zo dat bijvoorbeeld de houtsector vanaf de 80er jaren werd dat aangemerkt als een sector met hoge risico. Toch? En tot nu toe is men een beetje voorzichtig. Denkt u dat de gemeenschap al daar vaker geïnformeerd zou moeten worden over wat de financiële wereld inhoudt? De gemeenschap moet geïnformeerd worden over wat de financiële wereld inhoudt. Maar wat vooral belangrijk is, dat men een paar goede voorbeelden ziet. En ik denk wel dat de mensen meer moeten samenwerken. Want als je een individuele producent hebt, gaat het soms moeilijk. Wanneer je een groepje hebt, gaat het wat makkelijker. En als men ziet, er zijn al wat succesverhalen, maar als men meer het succes ziet, dan denk ik dat het wel gaat lukken.